Hi, ik ben Paulina, ik heb Pinders en welkom bij mijn vloggewien. Ik ben van de week bezig geweest met deze pakketten. Het zijn de sminkpakketten van de Action. Je kan er wonden mee maken en nephuid eigenlijk. En daar kan je gewoon heel erg veel mee. Ik wou zo'n mechanische arm maken. En ik heb deze geprobeerd, die met die rits. Laten we samen even gaan kijken hoe me dat bevallen is. Ik had het beginpraatje natuurlijk gewoon netjes opgenomen ook al. Maar Mia heeft met mijn telefoon gespeeld bij opa. En toen zei ik nog tegen haar, verwijder alsjeblieft niks. En volgens mij is dat precies wat ze gedaan heeft. En ik denk precies dat filmpje. Dus we gaan samen gewoon even kijken wat erin zit. Ik heb bij deze even het beginpraatje gedaan. En nu volgt de rest van het filmpje. Dit komt zojuist uit het ene pakket. Even wachten Mia, je mag zo kijken. En dit zit al in het andere pakket. Nou ja, het enige verschil is op het moment yellow. Het is yellow. Nee, er zitten bakjes bij. Hele rare vervormvrijde bakjes. En twee stokjes. Dus dit zit erbij als extra. En hier zit dus aan deze een rits bij en aan deze kant zit dit erbij als anders. En die andere kant heeft geen nepbloed. Oké, nou, het lijkt me wel heel erg leuk om een beetje bionische supermens huid op mijn arm te doen. En die rits vind ik dat toch ook wel geinig om uit te proberen. Dus die gaan we gewoon doen. Dan heb ik aan twee pakketten probeer ik wat eigenlijk. Even kijken. Dus voor de angstaanjagende zombie. Ja, gaat om de rits. Ik moet de stof aan de zijkant wegknippen. Het gaat dus om deze hier zo. Dus ik heb een lepeltje van dit nodig. Whoops. Zo erin. En dan een half. Dit is echt een druppeltje gewoon hoor. Zo. Een paar druppeltjes. En inderdaad één. Twee lepeltjes water. En dan. De gelatinekristallen moeten gesmolten zijn in de magnetron. Dus wees voorzichtig, want het mengsel wordt zeer snel zeer warm. Oké, nou ik heb dit nu. En dan. Oké, nou je moet wel enigszins opschieten met dat goedje op je gezicht smeren. Want het is ook zo weer droog. Ik heb geen idee wat ik ga doen, Mia. Maar het plakt in ieder geval niet. Want het is één grote massa geworden. Nou, ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Dus ik ga het gewoon nog één keer proberen. En ik heb zo'n zwaar vermoeden dat ik ook dit moet maken voor die andere bionische huid, zeg maar. Dus ik moet het toch een keer goed krijgen dan. Het lost gewoon niet op. Ik heb hem nou op 1000 watt gedaan. Ze zeiden dat het heel snel zou oplossen, die korrels. Maar ik heb het nog niet gezien. Ik begon nu een beetje te borrelen en te doen. En ja, nu ziet het er wel wat beter uit al. Hij is er ook vanaf. Maar nog steeds zijn die dingetjes niet helemaal opgelost. Maar ja, weet je, ik vind het wel welletjes. Want ik wil die rits wel opplakken natuurlijk. Oké. Wat doen? Ik ga een rits op mijn gezicht plakken. Oké, nou dan heb ik hier de rits. En die rits je dan voorzichtig open. Ja. Ik wil ook. En die plak je dan op. Oké. Nou, oeps. Nou, het zit enigszins vast. Misschien dat het nog vaster gaat als ik nog meer spul eraan doe. Smeer nog wat van het gelatinemengsel en dat is op, toch? Ja. Nou, dan maken we dus meer aan. Oké, nou, ik heb gewoon maar wat gedaan nu. Erin gegooid, moet ik eerlijk zijn.
En ik ga het weer in de magnetron gooien. Nou, ik heb het lekker flink laten doorborrelen. Oh, lucht. Oké, dus nu moet ik meer van dit mengsel eroverheen. Vind je het een beetje gek uitzien, Emmy, ja? Ja. Ja, ik ook. Nee, niet je open. Nee, dit gaan we niet bij Mia doen, hè? Nee. Nee, dat kan niet, hè? Nee, wat is dit? Mag ik ze ook zien, hoor? Even. Niet te dicht bij de ogen. En waar zit ik bij? Bij mijn ogen. Oké. Okay. Oh, nou, dat had ik niet moeten doen, want dan krijg ik allemaal balletjes. Een beetje verse meuk erop. Zo. Nou, ik laat het even zo. Wat wel heel erg fijn is, dat als je het in de magnetron zet weer, dat het weer vloeibaar wordt. En ook weer heet, dus daar moet je wel mee oppassen. Nou, laten we even wel wezen, die rits kun je niet nog een keer gebruiken. Nee. Dus als je dit wil proberen van tevoren voor een avondje, dat is dan wel aan te raden. Maar zorg eventjes dat je nog een ritje ergens op de kop tikt. Dus noods knip je hem uit een kapotte broek of zo. Oh, nee, er zit een haar. Auw! Hè? Zit het hier los natuurlijk? Ik heb geen doek van gehad. Mia, denk maar dat ik schoon moet worden. dat het wel welletjes is. Ah, goed, hij zit nu vast met het een en ander. Dankjewel, schatjes. Mia die heeft een doekje voor mij vochtig gemaakt. Voor mijn handen, hè? Ja. Ja, alleen voor mijn handen? Ja. Ook voor mijn gezicht? Ja. Oh goed, dit moet dus heel erg goed even, opdrogen. Oh, ga je hem even uitspoelen? Ja. Nog één? Ja hoor, doe maar lekker. Eén grote natte bende in, in de keuken, maar goed. Gelatine meuk heb ik er nog op de randen gesmeerd om te voorkomen dat hij loslaat. Ja, heb ik. Ja. Als het droog is, ga je verder met de details. Details. Gebruik gezichtsverf om het gebied tussen de rits in te kleuren. Meng hierbij rood en groen om verschillende kleuren te krijgen. Ik neem aan dat ze deze bedoelen. Het is een beetje... Ja, wat is het? Ik pak er even een andere taal bij. En om daar zo op te mengen. Oh, het is poeder. Huh? Het is poeder. Oké, nou dan weet ik eventjes niet wat ik hiermee moet. Het is poedervorm. Doet niks. Moet er nog water bij dan of zo? Of iets? Of white face paint? Of... Er staat echt niks bij wat ik daarmee kan doen. We moeten rood en groene verf mengen. Maar we hebben alleen maar groen. En in die andere ook. Dus misschien moet ik dan deze mengen met een beetje rode poeder. Dat is wel heel klonterig. En dan doe ik er dan toch een beetje van dat spul bij dan. Oké, nou dat is wel oké. Het rode is best wel heftig, dus dat overheerst echt best wel goed die groen. Maar toch heb je een beetje dat vieze, ranzige gehalte. Dus nou, dat ga ik er dan onder smeren. Moet je opmaken? Nou, wat wel heel erg cool is, denk ik, is als ik gewoon wat foundation hier overheen zou doen. En dan met een beetje donkere make-up, zeg maar een beetje grijzig, een beetje wazig maken. Dus de rest, dat maak je dan gewoon helemaal op zoals je van jezelf gewend bent. Ja, er zit zeker potentie in deze kit. Dat zeker wel. En het is ook wel echt heel erg leuk dat er gewoon echt voldoende in zit. Dus het is niet op naar dit, ja, naar deze activiteit, zeg maar. De blauwe plek. Doe een klein beetje rode verf op de huid. Smeer de verf uit. Doe nu een beetje groene verf op het midden van de plek en smeer het uit. Smeer wat vaseline op de blauwe plek om de kleuren te mengen en vast te houden. Dus dat kan ik nog wel eventjes aan jullie laten zien. En smeer het uit. Ik heb een heel klein beetje. Dat smeer ik uit nu. En een heel klein beetje
groen erop. Oké, okay, nu heb ik dus een beetje groen in het midden. Oké, okay, nou, dit is de vaseline. En dat moet ik erop smeren en smeer het uit. Nou, echt een blauwe plek vind ik het niet, maar is wel goor. Dus dat is iets. Het is wel, ziet er wel enigszins ranzig uit ook, toch? En ik denk dat als ik vaseline hierop insmeer, zou het dan ook mooier weer zijn? Dat hoort ook gewoon lekker bij deze tutorial. Krijg je het er ook weer af. Ja, het ziet er toch wel echt vet uit als je dat gewoon ook insmeert met helemaal vaseline. Kijk, dan ziet er echt heel erg ranzig uit. En op die randjes waar het dan nog wit is van de vaseline. Ja, dat maakt niet uit. Het ziet er uit een beetje als een beetje pus. Dus. Pus dus. Ja, nee, dat ziet er wel echt nog 3 keer ranzig uit. Mijn mama wil het ook geven. Ik vind het voor nu dit wel eventjes prima. Ik ga het er nu afhalen. En ik ben bang dat het heel erg pijn doet. En aangezien het ook echt nergens terugkomt in de hele beschrijving van hoe je dit schoon moet maken, hou ik persoonlijk mijn hart vast. Au. Oh. Au. Oké, is dit niet goor? Nee, het is vies, hè? Ja. Getsy. Nou, we gaan weer verder met mij dan. Oh, er zitten nog meer stukken aan. Dit is een dammetje. Oh. Dit is een dammetje. Het is het zwarte blackhead zakje. Nee. Ah, all over again. Nou, dan ga ik dit afwassen. En ik ben heel erg benieuwd, want ik zie dit hier. Hier zie ik echt super rood. En ik ben daar bang voor. Maar goed, we gaan het zien. 1, 2. Ah. Oh nee. Ik ben gewoon zo bang. Ja. Dat ik morgen met zo'n rode rand naar mijn werk moet. Ja. Ja. Oh nee, jongens. Nou, dan moet ik gewoon heel mijn gezicht rood maken. Ik durf het bijna te zeggen, maar volgens mij is het gewoon voedselkleuring, die poeder. Oké. Okay. Nou, mijn neus is altijd wel rood van zichzelf, maar dit is overdreven. Auw. Dus ik ga heel eventjes mijn doekje uitspoelen en even wat zeep erbij doen. Ja, oké, okay, ik heb de Cura erop. Oké. Okay. Nou ja, ik hoop gewoon dat ik het weg kan make-uppen. En dat het wel slijt, in ieder geval. Oh, maar ik ben... ik ben gewoon... Aan de ene kant heb ik zoiets van... Ja, weet je, misschien is het wel gewoon dat je zo aan het boenen bent dat het nog groot is. Maar ergens weet ik... Ik weet gewoon dat het niet zo is. Ik ga dit gewoon weggooien nu. En ik ga een beetje opruimen. En dan probeer ik op mijn arm... Nog even een betonische huid. Oké, nou ik hou het echt even voor gezien. Zoals je ziet ben ik nog steeds roze. Ja. Dit lukt me nu eventjes gewoon niet. Ik moet naar mijn vader toe. Ik ga dit vanavond nog wel eventjes proberen. Hou mijn Instagram in de gaten en dan zal ik een fotootje posten ervan. Vond je dit een behulpzaam, een leuk filmpje? Vooral dit is wel heel erg belangrijk dat je dat weet. Oké, nou Mia wilt erbij om gezellig gedag te zeggen. Zij vindt het nu al een leuk filmpje. Jij ook? Geef even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. Precies. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag morgen weer. Mijn Instagram ga jullie al checken, maar ik heb ook nog een Facebook. Die linken staan hier beneden in de beschrijving. Ik zie jullie heel erg graag morgen terug en ik hoop echt dat dit weg te make-uppen is gewoon. Ja, het is toch erg?
Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei. Ja, ik hoop wel opruimen.